Het is eind juni en ik ben in het Sauerland bij de Hohe Knochen. Daar heb ik mijn camper geparkeerd en dit is een officiële camperplaats, gratis. En die hoort bij dit hotel en dat hotel heet Hohe Knochen. Berghotel Hohe Knochen. Het is een prachtig hotel, ik ken het al van vroeger en van hieruit, vanaf deze parkeerplaats of camperplaats, zo je wilt, kun je talloos wandelen. Moet je kijken wat daar allemaal aan wandelingen zijn. Je weet helemaal niet wat je het eerste en het laatste moet doen. Ik ga vandaag naar Westveld. Daar ga ik naar Bakkers. Dat is een bakker die, ja, een café is het eigenlijk. Een bakker die eigen taarten bakken en weet ik. Het is allemaal heel leuk. Kijk, en hier heb je wat kaarten. Ook langlaufloipers heb je van hier. Wat informatietafels, mooi hè. En hier zijn de wandelingen. Oh nee, dat is de kaart van het hotel. Ze hebben verschillende gebouwen waar, ja, waar je kunt, kamer kunt krijgen. Nou, wat wil ik je nog laten zien? Oh ja, dit is de grote kaart. En nou, ik ben nu op weg naar Westveld. En dat zijn van hieruit precies 3,7 kilometer. Meteen een prachtig panorama. En wat je daar aan de overkant ziet, dat is Lange Wiese. Weet je nog, daar heb ik heel veel wandelingen gemaakt en zal het nog doen. Vanaf Lange Wiese kun je ook alle kanten op. En hier in het dal is de Lenne. En de Lenne kwellen, de bron dus, die is op de Kale Asten. Ondanks dat het heel warm is, bijna heet, is het goed te doen. Want ja, er is een beetje wind. En je loopt door bossen, dus je hebt wat schaduw. En de bossen zijn toch altijd wat koeler. Dus het is enig. Ik loop nu halverwege de berg. Dus niet helemaal boven, maar hier. En dit is het dal waar de Lenne fietst. En daar ga ik straks op mijn terugweg, ga ik helemaal beneden langs de Lenne. En dat is de televisietoren van Hohe Leie. Je weet nog, links is Lange Wiese, Hohe Leie. En die weg daarboven, die heb ik ook al een aantal keren gelopen. Dus die ken je als je mijn video's volgt. Nou ja, en daar in het dal begint straks al het langlaufcentrum van Westveld. Dat heb ik ook al een paar keer in de winter laten zien. Het is haast sneeuwzeker. Waarom? Omdat ze daar met sneeuwkanonnen altijd sneeuw, kunstmatig sneeuw kunnen maken. Deze weg komt ook van Hohe Knochen. Het ligt ook iets hoger. Waar deze weg naartoe gaat, weet ik niet. Maar ik vermoed haast naar Olenbach. Want dat ligt hier rechts van. En ik ga nu naar beneden. Richting skicentrum. Nee, richting langlaufcentrum Westveld. En dit is het langlaufcentrum Westveld. En weet je nog, in de winter heb ik hier heel wat wandelingen gemaakt. En ook video's gemaakt van dit dal. En dat hele dal is verlicht. En sneeuw zeker, want ze maken met sneeuwkanonnen heel veel sneeuw. En bij het skicentrum, links lopen, naar Westveld. Het plaatsje ligt een kleine kilometer van hier. En hier een informatietafel over de Lenne. En de Lenne is nog heel klein hier, want dat zijn, ja, 4 kilometer of zo waar die uit de berg komt. Maar het is, ja, eigenlijk moet het het dubbele zijn van wat de Lenne nu heeft. Het is gewoon heel erg droog. En hier heeft een timmervrouw haar werkplaats.
En zij is vooral bekend geworden door de Waldsofa's. En die staan daar. Ik ga daar even naartoe. En de Waldsofa's die worden dus niet alleen door particulieren gekocht, maar vooral ook van de gemeentes hier in de omgeving. En de gemeentes die plaatsen deze sofa's gewoon midden in het bos. Op leuke plekken waar je een mooi panorama hebt. Ja. Dit soort dingen zijn het. Kun je gewoon kopen. Waldsofa.de als je het wil opzoeken. Zo, ik ben er. Café Bakkers. Nou, even kijken wat ze lekkers hebben. In elk geval een cappuccino, die zit er altijd wel in. Natuurlijk wel naar buiten. Zo, ik ben alweer op de terugweg. Ik heb een roerei met zalm gegeten en een koffie gedronken. En nu ga ik langs Hotel Bischof. Ga ik nu een andere weg kiezen dan die ik net had. In plaats van rechtdoor naar het langlaufcentrum ga ik nu rechts in richting Lennekwelle. Auf der Ennest heet het hier. Zo, nog even het complete dal. Het is zoals je ziet, in de winter is het verlicht, zodat je ook in de donkerjaargetijden hier nog kunt skiën. En het langlaufcentrum gaat tot daar. En tot daar is het sneeuwzeker. Als je nu aan het einde van dit langloopcentrum bent, kun je het zo gek maken als je zelf wilt. Je kunt hier omhoog gaan en dan via Hoherleien, Lange Wiese, Kale Asten naar het Hotel Hoher Knochen lopen. Dat doe ik niet. Ik neem dit. Het onderste pad. Waarom? Lekker koel in het bos en dan dicht bij de koelende lennen. Hallo mensen. Links naast mij, hier in het dal, daar fietst de lenne. Maar die is dan nog heel dun. Dat komt omdat ze nog heel jong is. 2-3 kilometer. Maar ook omdat er al weinig water in zit. Het is verdomme droog. Maar goed. Klimaatverandering, dat weten we inmiddels. Een week geleden las ik in de krant een leuk artikel. Namelijk dat die geuren, die bomen uitwasemen, dat die heel goed zijn voor het immuunsysteem. Dus mensen die heel veel in de bossen zijn, die zijn waarschijnlijk iets sterker dan mensen die dat niet doen. En nog een voordeel. Als je dus stevig doorwandelt, dan produceert het lichaam ook nog lichaams-eigen drugs. Dat zijn de endorfine. Dus mensen die regelmatig hardlopen of wandelen, die weten wat het is. Je krijgt dus, doordat je meer geluksgevoelens aanmaakt, voel je gewoon beter. En dat is ook een hele bekende therapie voor mensen die burn-out hebben. Ga hardlopen of ga wandelen. En doe dat niet op een loopband, maar doe dat in de natuur. Dan verbreed je ook nog je horizon. Deze vichten, die zijn allemaal haast dood. Je kunt het zien, helemaal bruin. Zie je dat? Kijk er maar in. Maar het komt door de borkenkever. Ik weet niet hoe die in het Nederlands heet. Nou, de borkenkever is iets die zich vooral nestelt in vichten, op vichtenbomen.
En dat doet hij ook alleen maar als het een monocultuur is. Mensen weten al sinds heel lang dat monocultuur, of dat dieren zijn, of dat planten zijn, gevaarlijk is voor de natuur. Omdat je dat gewoon niet in de hand kunt houden. Als mensen dan dat niet willen horen en ze planten een monocultuur aan, dan is dit gewoon het resultaat. Dat is dus als mensen niet willen luisteren. Ja, dan komt een diertje en die gaat die bomen kaal vreten. En had je een mixwoud gedaan, dan was het allemaal niet gebeurd. Kijk. En dan zeggen de woudboeren natuurlijk, ja, balkenkever, dat is niet zo erg. Vroeger mochten we gif spuiten. En dan konden we de balkenkever doodmaken. Maar mensen, stel je toch voor dat wij een leven hebben waar we alleen nog maar kunnen leven omdat we allemaal rondom gif spuiten. Om te kunnen leven. Dat kan het toch niet zijn? Dat is toch niet de zin van het leven? Gif te spuiten om te kunnen overleven. Zo, beste mensen, het uur van de waarheid komt. Ik moet namelijk nu uit deze koele bos het weiland over. En dan, hoppa, de berg omhoog. Nou, daar hoor ik nog een. Het is trouwens niet meer ver, maar even klimmen. Ja, ik ga niet zo tegen de heuvel aan, want daar gaat straks een pad omhoog. Daar is die. Daar ga ik omhoog. Zo, volgens de borden zijn het nog maar 600 meter. Een beetje steiler natuurlijk, maar dat maakt niet uit. Zo, even in het dal. Je hoort de zalpen, je hoort de lennen. En dan ga ik daar zo meteen omhoog. De helft heb ik al van die 600 meter klimmen. En je ziet dat ik al aardig boven ben. Maar ja, ik weet niet of je het weet, maar bij bijna 30 graden is het iets wat warm als je dit soort bergen omhoog klautert. Maar wel heel erg lila leuk. Zo, nog ongeveer 100 meter, dan ben ik boven. Nog even kijken, heerlijk. Ik ben er. Ik laat je nog even het hotel zien van iets dichterbij. Hotel, restaurant, hoaknochen, zwembad en alles wat je wilt hebben ze hier. Mooi park, je zit helemaal boven op de berg en je kunt hier fantastisch wandelen. En je weet, ze hebben een officiële camperplaats, gratis. Je hoeft niet daar te eten als je dat niet wilt. En je kunt hier gewoon lekker staan. Maar er zijn geen faciliteiten. Dit is weer het einde van deze wandeling. Ik denk zo'n beetje 8 kilometer. Het was heel heet, maar best te doen omdat ik het grootste gedeelte loop je in de schaduw in de bossen. Maar nu ben ik blij dat ik er ben. En ik zou het heel leuk vinden als je op mijn YouTube kanaal Wandelen met Wolfgang ging abonneren. Lieve mensen, ik zie jullie bij de volgende wandeling. Dag, dag.